en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel aparts maken om op te hangen aan de deur. Net even wat anders dan een gewone standaard krant bijvoorbeeld. Dus heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Ik zie dat heel veel van mijn kijkers niet geabonneerd is. En ja, daarmee help je mij en zorg je ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Het abonneren kost echt helemaal niks, dus je hoeft alleen eventjes op die abonneerknop te drukken. En dan help je mij daarmee. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je onder een kopje cursuspakketten. Goed, zoals ik al zei, gaan we iets heel moois maken voor aan de deur. Ik heb daarvoor een hele leuke en aparte ondergrond al. Heb je trouwens iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Of heb ik jou weer te inspireren? Het hoeft niet per se een DIY pakket van mij te zijn, maar kan ook gewoon je eigen weg zijn waardoor je... ja, iets leuks heb gemaakt. Deel het dan op Facebook of Instagram en tag mij. Dan maak je ook nog elke maand kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. En aan het eind van deze video heb ik een winnaar voor jullie. Dus dat is ook leuk. Maar nu gaan we eerst echt gauw beginnen. Allereerst gaan we aan de slag met het aanbrengen van caoutchouc. Dit doe ik omdat de zijkant glad is. En dan gaat straks het touw waarmee we gaan werken niet schuiven. Dit doe ik eventjes aan deze kant en aan deze kant. En op deze ring doe ik het op verschillende plekken. Dus op de grote ring doe je het aan beide kanten gelijk. Caoutchouc wikkel je eromheen. Trek je even zachtjes iets uit en blijft het goed zitten. Blijft het nou niet helemaal goed zitten, maak het dan even iets warm tussen je vingers. Dan blijft het zo zitten en dan blijft ook de uiteinde zitten. Kijk, zo mag je het even klaarmaken. En dan doe je hetzelfde op dezelfde hoogte aan de andere kant. En op deze ring doe je het even op verschillende plekken. Mocht je nou heel veel caoutchouc over hebben, kan je hem ook helemaal doen. Maar op zich is dat niet nodig. Zoals je ziet heb ik het aan deze kant op verschillende plekjes gedaan en aan deze kant. Aan de buitenzijde. Deze gaan we opmaken op de manier waarop een video al online staat. En deze gaan we op iets andere manier opmaken en die ook. We gaan alles een beetje in de herfstmaterialen doen. En deze staat eigenlijk al een beetje op die manier online. Alleen al met droogbloemen. Maar vandaag gaan we met allerlei herfstmateriaaltjes werken. Ik begin even aan deze kant een knoopje vast te maken zodat de touw vast zit. En dit wikkel ik van de ene kant naar de andere kant. Je doet zoveel mogelijk op één ring, maar op een gegeven moment hij zit hier aan elkaar vast. Dan kun je dit stukje, kun je ook de andere ring gebruiken. Maar je doet zoveel mogelijk eigenlijk op één ring. Als het niet anders kan, pak je twee ringen. Zorg dat hij mooi strak vast zit. Zoals je ziet. Mocht je nou aan de zijkanten nog wat caoutchouc zichtbaar hebben, kan je dit omhoog duwen. Dan gaan we met het volgende gedeelte, met een iets kleinere ring. En ook deze maken we vast met een knoopje. Trek hem even goed aan. En deze gaan we gewoon dwars elke keer over het frame heen doen.
En door de caoutchouc heb je gewoon iets meer grip. Mocht je touw op zijn, dan kun je hem gewoon vastmaken. En zoals je ziet heb ik dan een heel mooie weerwar van touwen. Vind je hem nou zo prima, dan kan je hem zo laten. Maar je kan er nog eens een extra wikkeling maken door het nog voller te maken. Daarin kun je echt spelen. Zoals je ziet hebben we dan een hele mooie basis. Wat we dan gaan doen, is deze mooie vruchtjes. Gaan we rondom de kleine cirkel doen. En dit maken we gewoon ook even vast met een touwtje, want dit geeft het meest sierlijke effect. En dan hou je het ook mooi natuurlijk in plaats van ijzerdraad. En afhankelijk van hoe lang jouw slinger is, maak je hem gewoon af door hem er omheen te laten. Je kan er ook gerust voor kiezen om de cirkel iets kleiner te maken, dat er ook wat meer binnenin komt. Dan gaan we werken met mooie vruchtjes en vetplantjes. Vetplantjes kun je zonder wortel gebruiken. En ik heb verschillende herfstvruchtjes. Eventueel als je wat meer oranje kleur wilt toevoegen, heb je ook nog mooie lampionnetjes. En het leuke is, omdat we dat hout of dat touw zo hebben verwerkt, kunnen we hierop gaan lijmen. Let wel goed op, je kan op natuurlijke materialen gewoon koud lijm gebruiken, dus speciaal bloemistenlijm. Die heb ik ook wel te koop in de webshop. Maar wat ook kan, is wel een lijmpistool, maar zorg dat het lijmpistool niet te warm is. Dus doe hem even aan, laat hem dan eventjes licht afkoelen en gebruik hem dan op die manier. Dan maak je geen brandplekken in je materialen. Ik weet dat de meeste mensen gewoon lijmpjes op thuis hebben, dus ik ga het op die manier doen. Ik heb de stekker er dus eventjes uitgehaald. Het plantje pak je bovenaan vast en je draait het potje rustig rond. En dan kan je hem er zo uithalen. Doe dit wel voorzichtig. Allereerst ga ik dan een groepje maken in het midden. En je kunt gelijk zien wat dat groene kleurtje doet in het stuk. Omdat het elke keer weer terugkomt. Ik maak hier een groepje van 3 bij elkaar. En dit is dus ook heel lang houdbaar. Straks met de kerst doe je er weer een paar kerstballetjes tussen. Ook superleuk. Laat even goed aandrogen. En aan deze kant plaats ik wat mooie vruchtjes. Let dus op dat je lijm niet te warm is. Ik gebruik wat andere leuke bijmaterialen. Leuke gewaxte appeltjes. Je kan hier dus mee gaan spelen, want je kunt ook aan deze kant bijvoorbeeld de vetplant plaatsen. Maar aan deze kant heb je wel, is het allemaal wel sterker.
Dan ga ik hier nog even verder met wat opvullen. Zoals je ziet is deze kant nou mooi gevuld. Dat is een mooie rij met allerlei materialen. En ik ga deze kant nou verder opmaken. En dat ga ik ook een beetje in de oranje groen tinten doen. Ik heb ook hele mooie geverfde Crasperia bolletjes. Een beetje in de bronskleur, maar dat kleurt straks mooi bij tussen. Mocht je nou zoals hier denken, er zitten te veel vruchtjes voor mij op, kan je dat er gerust afhalen en kan je dat bijvoorbeeld ook weer op de ring plakken. Nou, je kan hem eigenlijk zo vol plakken als je zelf wil, je kan het ook simpeler houden. Maar ik vind het nu mooi omdat je dan nu nog net wat van het touw blijft zien en op die manier spannend houdt. En zoals je ziet hebben we dan een hele aparte hanger voor aan de deur. Hij zal het ook heel mooi doen omdat je wel de spanning hebt dat je er doorheen kan kijken. Dus dat maakt het natuurlijk extra spannend. Maar door de materialen van de herfst is het echt een heel mooi stuk geworden. En je hebt natuurlijk verschillende manieren om het op te maken. Dus je kan daar zelf ook mee gaan spelen. Zeg jij van ik vind dit gedeelte mooi op deze kant en deze op die kant. Dan kan je daar juist zelf mee aan de slag gaan. Dus zo kan je heel veel verschillende manieren deze ondergrond opmaken. Maar echt een super leuk en vrolijk idee. Je kan bijvoorbeeld ook de oranje dingen weglaten en wat meer voor de natuurlijke kleuren gaan. Of voor de neutralere kleuren gaan. De meer wit tinten is ook heel erg mooi. De granen heb ik in verschillende kleuren. Dus mocht je denken van ik wil een tint van roze erbij in, dan kan je dat gerust aangeven. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. En we hebben nog een winnaar van de deelactie op Facebook, Instagram of wie een review achter heeft gelaten. Die winnaar komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon gewonnen ter waarde van 15 euro en mag contact met ons opnemen. Heb je dus iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, of je dat nu zelf hebt gedaan of door middel van een DIY pakket? Deel het op Facebook, Instagram of laat een review achter. Tag mij in je Insta of Facebook en dan maak je elke maand kans op een cadeaubon van 15 euro. Dus dat is natuurlijk super leuk. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Doe even een duimpje omhoog en abonneer dus gratis op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's. Op het moment komen er zelfs 3 keer in de week een nieuwe video online. Maar de DIY pakketten gaan ook echt heel hard. Dus vind je nou iets leuk, je kan het gewoon bestellen. En je kan het ook voor later bestellen. Dus je kan gewoon gewenste datum aangeven. Ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!